dragers mag worden, ze zullen nooit de menselijke opslagcapaciteit benaderen. Zeker niet die van een bijzondere Nederlandse geleerde, die ondanks zijn leeftijd waarschijnlijk de jongste inleider van vandaag is, professor Henri van Praag. Het meer van Lugano op een ochtend in oktober. Hier, in het Italiaans sprekende deel van Zwitserland, heeft het leven een volstrekt eigen tempo. Een volstrekt eigen smaak. En vooral een eigen stijl. Het dorpje Agra, hoog op een heuvel, een minuut of 10 van Lugano, bestaat uit weinig meer dan deze lange, smalle straat. Hier is een 75-jarige Nederlandse professor neergestreken met zijn studenten. In het fraaie Palazzo Agra. Ik zou mijn werk vooral als pedagogische arbeid willen zien. En onder pedagogische arbeid versta ik alle werkzaamheden die in dienst staan van de medemens, om die te helpen zoveel mogelijk zichzelf te worden en plaats te vinden in de wereld van morgen. Ik kan het zijn. Bijna iedere dag dat hij in Agra is, geeft Henri van Praag college. Feiten, citaten, namen. Van Praag haalt ze uit zijn schier onuitputtelijke geheugen. Het heet allemaal heel officieel de Universiteit van Lugano. Maar het is dan wel een academische opleiding met een bijzonder karakter, legt Van Praag uit, te midden van zijn studenten uit zowel Nederland als België. Onze universiteit die leidt op voor change agents. Change is dus verandering. En dat zijn dus mensen die werken aan de wereld van morgen. Zo kun je zeggen dat we een futurologische universiteit hebben. En de vakken die bij ons gegeven worden, hebben rechtstreeks of indirect altijd iets te maken met de toekomst, met de veranderingen die in de wereld aan de gang zijn. Wie denkt dat de hoogbejaarde hoogleraar het zo langzamerhand eens wat rustiger aandoet, vergist zich. Dit gebouw bijvoorbeeld, daar heeft hij grote plannen mee. Een volkomen vervallen voormalig Duits sanatorium op een steenworp afstand van het palazzo moet de Universiteit van Lugano een nieuwe toekomst geven. Nou, er bestaan concrete plannen om van dit gebouw een centrum te maken voor managers die daar aan de dialoog over die nieuwe wereld kunnen deelnemen. En ik geloof dus dat je dit in zekere zin als een symbool kan zien van de restauratie. We leven in een wereld die in veel opzichten ook moreel in puin is. Maar ik geloof dat er ook zoveel symptomen zijn om te geloven in die nieuwe wereld, dat ik als pedagoog er alle vertrouwen in heb. En dat probeer ik over te dragen aan de jonge generatie met Lugano als centrum. Goedemiddag, dames en heren. Mag ik eerst naar gewoonte vragen of ik ook achter in de zaal duidelijk verstaanbaar ben? Ja. Mooi zo. Ik ben dus de hekkensluiter, min of meer functie hier van conferencier. Ik heb de opdracht gekregen om een zeker verband tussen de lezingen die u hebt aangehoord te leggen. En BSO heeft er niet alle vertrouwen in gehad. Men heeft na mij toch nog Freek de Jonge geëngageerd als het niet zo heel goed mocht uitvallen. Dit is een heel prettig gevoel om de laatste te zijn. Je hebt het laatste woord, je kunt niet tegensproken worden. En ja, ik zou eigenlijk willen beginnen met een klein autobiografisch nood. Ik ben net vorige maand 70 jaar geworden en Confucius, de u alle bekende Chinese wijze, heeft gezegd dat als iemand 70 jaar is, dan kan hij de stem van zijn hart volgen zonder van het juiste pad af te dwalen. Dat betekent dus dat hij ook aan mijn woorden vanmiddag bijzondere waarde kunt hechten. En zonder enige discriminatie zou ik toch willen zeggen dat u al die uitspraken van jongeren vandaag met enige korreltjes zout dient te nemen. Ja, een nog oudere vriend van mij stuurde me op mijn verjaardag een brief met een anekdote erin die ik toepasselijk vond voor het verhaal van vandaag. Een etnoloog, u weet, een volkenkundige, doet een onderzoek in een Indiaans reservaat en treft er een heel erg oude Indiaan aan. Vraagt hij aan zijn dochter van die Indiaan,
is je vader nog altijd goed ter been? Waarop zij zegt, nou, of die goed ter been is, hij scalpeert nog zonder bril. En op zichzelf een bijzonder aardig verhaal. Het geeft namelijk, het golft, een anekdote die golft altijd door een zaal heen, omdat je dan merkt dat mensen het in etappes laten verwerken. In elk geval is het zo dat in zo'n eenvoudige anekdote zit dus, zitten die twee elementen. Aan de ene kant die traditie van het scalperen, die hij natuurlijk niet graag laat schieten. De Indianen hebben dat overigens van de blanken geleerd, moeten we eraan toevoegen. Maar tegelijkertijd heeft hij ook moderne instrumenten nodig. En dat is die bril. Met andere woorden, je ziet dat mensen op een bepaalde manier tradities in stand houden. En aan de andere kant toch vaak zonder dat ze het weten meegenomen worden door de technologische ontwikkelingen in hun tijd. En dat is op zichzelf een heel belangrijk probleem. De echte grondlegger van de sociologie, meestal wordt Comte of Balmees, worden daarvoor genoemd. Maar dat was een Italiaan die in de 17e eeuw leefde, Fico. Heel groot denker, groot filosoof, die ook door mensen als Marx en Darwin met groot respect genoemd wordt. En van Fico is een zin afkomstig die mijn studenten eindeloos van me gehoord hebben. De mens kent wat hij maakt. Het is een ontzaggelijk belangrijke uitspraak dat de mens de technologie, de techniek nodig heeft om eigenlijk in laatste instantie tot zelfkennis te komen. En dat betekent bijvoorbeeld dat wij pas de werking van het hart begrepen toen we in staat waren een pomp te construeren. En dat we de werking van het oog begrepen toen we in staat waren een lens te maken. En zo kunt u verder gaan. Waarschijnlijk zullen we later zeggen dat televisie en radio ons geholpen hebben om buitenzintuigelijke waarneming en waarneming op afstand te begrijpen. En we kunnen ons natuurlijk de vraag stellen in hoeverre nu die informatieverwerkende industrie, waar we allebei betrokken zijn en waar deze conferentie toch sterk mee te maken heeft, in hoeverre die veranderingen zal aanbrengen in ons denkpatroon, in ons hele leven, in onze hele instelling ten aanzien van problemen. De vorige spreker heeft in een buitengewoon fascinerend betoog trachtte duidelijk te maken dat hij gelooft dat machines in de toekomst zullen kunnen denken. Nou kun je over het begrip denken lang discussiëren, hangt er vanaf hoe je het definieert. En als je denken definieert alleen als het oplossen van problemen, dan is ongetwijfeld waar dat machines dat ook kunnen leren en nu reeds lang gedaan hebben. Maar waar het om gaat is, welke invloed zal op de duur deze informatieverwerkende industrie überhaupt het hele informatietijdperk op de geest van de mensen hebben. De moeilijkheid erbij is dat mensen veel en veel eerder de inhoud van bepaalde processen dan de vorm begrijpen. Dat is dus even een uitspraak waar ik even bij stil moet staan, ook als wij op een andere manier gaan denken. En dat is zonder enige twijfel het geval, en dat het proces is aan de hand, maar de tijd is veel te kort om u dat echt vanmiddag duidelijk te maken, ik kan het alleen maar heel kort op het hart binden bij u, dan zal dat op de duur de vorm van ons denken, de manier waarop we ook logisch bepaalde problemen doordenken, beïnvloeden. Maar het zal heel lang duren voor we dat in de gaten hebben. Er zijn talloze voorbeelden uit de geschiedenis te geven om dat te abstrueren. Misschien kan ik het weer met een heel korte anekdote duidelijk maken die dat dichterbij brengt. Verhaal uit Rusland, dat hebben we vanmiddag ook dichterbij gehad, vertelt van een fabriek waar allerlei machineonderdelen gefabriceerd worden en waarbij de arbeiders het volstrekt onbruikbare schroot mee naar huis mogen nemen. En nu is er een man die praktisch elke dag met een kruiwagen vol schroot weggaat,
waar je nauwelijks enige waarde aan kan toekennen. En de portier, een zekere Boris, die daar toezicht op moet houden, zegt: Ivan, wat neem je toch mee? Ik ben overtuigd dat je nog iets anders meeneemt dan schroot, maar ik kan er niet achter komen. Maar dat herhaalt zich steeds tot op een goede dag Ivan heel erg ziek is en op sterven ligt. En Boris komt hem als goede vriend bezoeken en zegt: kijk, het is nou toch zo ver, ze kunnen je niks meer doen, ik zal het ook niet doorvertellen. Maar ik ben altijd overtuigd geweest dat je nog iets anders dan dat schroot meegesmokkeld hebt. Wat heb je nou meegepakt? En Ivan zegt met nauwelijks hoorbare stem: 11.324 kruiwagens. En dat is... Maar waar het dus om gaat is dat die portier, die controleur, die had alle visie op de inhoud van die kruiwagens, maar die kruiwagens zelf, die eigenlijk de vorm zijn waarin het meegenomen wordt, dat had hij eigenlijk niet in zijn gedachten. En zo vaak in allerlei boeken die over de toekomst spreken, en u hebt er ook een, vandaag kennis kunnen maken met het bijzonder goede boek wat over infoducten geschreven is, maar in het algemeen in boeken die daarover geschreven worden, heeft men meer de neiging om de inhoud van het denken dan de manier, de vorm van het denken weer te geven. Daarom ben ik ook geneigd om, ik zou zeggen, het troostrijk woord te zeggen ten aanzien van het wat verdrietige verhaal van de heer Agev. Ook Rusland, ook de Sovjet-Unie, geen deel der mensheid, zal zich op de duur kunnen onttrekken aan de bevrijdende verandering die het denken over informatie op de duur zal teweegbrengen. Maar het is me niet zo makkelijk om je dat helemaal in een kort tempo duidelijk te maken. Er is onlangs een boekje verschenen wat ik u alle aanraad aan te schaffen in de Penguin-serie van de Engelse schrijver Jeremy Campbell. Een heel bekende naam, Campbell. Jeremy Campbell. En dat heet Grammatical Man. En ik zou u alle willen aanraden het boek een keer te lezen, omdat ik geloof dat Campbell een van degenen is die een hele nieuwe fase in het menselijke denken teweeg brengt en aankondigt. Waar het om gaat is dat hij, ik zou haast willen zeggen, min of meer breekt met het traditionele causalistische en energetische denken, wat eigenlijk in onze wetenschappen op Descartes teruggaat en door de Engelse natuurwetenschappen een zo grote hoogte bereikt heeft. Hij laat zien dat eigenlijk bij Aristoteles reeds, en die was eigenlijk de grondlegger van het organistische denken, dat bij Aristoteles reeds een heel andere manier van denken aanwezig was, die voor de biologie meer betekenis gehad heeft dan voor de natuurkunde, waar ook de informatie, maar informatie in een heel nieuwe betekenis, een grote rol speelt. We kunnen ons namelijk, naarmate we een diepere studie maken van de verschijnselen, zowel in de natuur als de cultuur, niet onttrekken aan het feit dat achter de processen die we zowel in de natuur als in de cultuur tegenkomen, dat achter deze processen een bepaalde informatieve, informerende kracht schuilt. Laat ik een heel eenvoudig voorbeeld geven. Als een kip, maar ook praktisch iedere andere broedvogel, een ei legt, dan zal hij op een gegeven ogenblik dat ei omkeren. En dan zeggen wij, dat doet hij opdat de dooier niet te veel naar één kant toe gaat. En dan zou dat ei niet meer gebruikt kunnen worden. Nu kun je de vraag stellen, hoe komt zo'n kip er nou toe om dat te doen? En er zijn geleerden, en heel veel geleerden zelfs, die beweren, ja, dat gebeurt een enkele keer bij toeval en dat heeft dan succes. En de kippen die dat bij toeval doen, die overleven, en door een of andere geheimzinnige kracht, die we misschien instinct of erfelijkheid moeten noemen, krijg je dan in het nageslacht ook allemaal kippen die dat doen, et cetera, et cetera. Nou, dit is een volstrekt onaanvaardbare en eigenlijk volstrekt zotte verklaring. En het is eigenlijk verbijsterend dat dat soort
helemaal absurde theorieën nog steeds in allerlei wetenschappelijke boeken staan, eenvoudigweg omdat men de grondgedachten die in het causalistisch-energetische denken ontwikkeld zijn, niet los wil laten. Laat ik een ander voorbeeld geven. Heel lang geleden hebben de insecten vleugels gekregen. Eerst had je de aptera, dan krijg je insecten met vleugels die allemaal op ptera eindigen. Coleoptera, leucodoptera, diptera, neuroptera enzovoort. En daarvan zijn ook de bijen een typisch voorbeeld. We hebben eerst bijen gehad zonder vleugels. En studenten lachen altijd als ik ze vertel dat die wel aardbeien genoemd worden. Zoals je... Maar het is heel moeilijk uit te leggen waarom dat nou eigenlijk geester is. Zoals je ook aard... Zoals je ook aardhommels hebt. Maar op een bepaald ogenblik zie je dan allerlei ontwikkelingen die je bij de mens ook ziet. Meteorologische, wetenschappelijke, technische en sociale revoluties. En dan krijg je ook een culturele revolutie. Dat wil zeggen, die dieren hebben zwermen, ze vormen nesten, ze leven in samenhang. En op een bepaald ogenblik ontwikkelt zich dan die bijentaal. Daar heeft Von Frisch, hetzelfde jaar als Lorenz en Timbergen, heeft daar de Nobelprijs voor gekregen. Die bijen gaan bijvoorbeeld naar een boekweitveld, keren dan terug met een beetje boekweit honing aan hun pootje. En de overgebleven thuisblijvers, die slaan dan gade hoe die bijen een dans uitvoeren. En die dans demonstreert precies hoe ver dat boekweitveld ligt, wat voor boekweit het is en op welke manier ze het makkelijkst naartoe kunnen vliegen. En dat gebeurt op een gegeven ogenblik in de evolutie. En er zijn helemaal geen overgangssituaties daarvan bekend. En dan kan je weer de vraag stellen, hoe komt het nou dat die bijen op een gegeven ogenblik die dans gaan uitvoeren? En je kunt de vraag stellen, hoe komt het dat die anderen dat begrijpen? En dan moet je min of meer toch wel aannemen dat op een of andere wijze informatie dusdanig opgeslagen zit in de natuur, dat die op een gegeven ogenblik zich manifesteren kan. En de vraag die meer en meer tegenwoordig gesteld wordt, en in het laatste jaar heb ik meer dan 10 publicaties die zich met dat probleem bezighouden, van biologen, frenologen en evolutionisten gezien, je moet een antwoord zien te vinden op de vraag, hoe komt het dat die informatie op een gegeven ogenblik wordt overgedragen? Laat ik nog een ander, even op mijn klokje kijken, dat kan nog wel. Laat ik een ander voorbeeld geven. In 1971, dat was hetzelfde jaar waarin Lorenz toen en die meneer Von Frisch de Nobelprijs kregen, begonnen ze in Basel met een heel uitvoerig onderzoek naar immuniteit. Onder leiding van Christian Jerne, die daar verleden jaar ook terecht de Nobelprijs voor gekregen heeft. Ik vertel mijn studenten er altijd bij dat het meest democratisch instituut ter wereld is, want daar verdienden de telefonisten net zoveel als de directeur. Er was ook het gezegde altijd, of is nog, in dat instituut, je kunt alleen maar promoveren door de Nobelprijs te krijgen. En dat heeft Jerne verleden jaar terecht gekregen. Waar het nu om gaat is dit, in de 10 jaar dat Jerne bezig was, hij moest toen met pensioen helaas, is gebleken dat de thymusklier een ontzaggelijk belangrijke rol speelt. De feitelijke kennis over immuniteit die is in 10 jaar niet verdubbeld of verhonderdvoudigd, maar praktisch verhonderdduizendvoudigd, sommigen zeggen miljoenvoudig. En intussen gaat het nog steeds meer, heeft men methoden ontwikkeld die misschien heel nuttig zijn voor de bestrijding van kanker en AIDS. Maar waar het nu om gaat is dat we ontdekten dat de thymusklier, waarvan we nu pas een paar jaar ook weten dat die niet verdwijnt of verschrompelt, maar het hele leven blijft functioneren, zei het op een wat zachter pitje, die thymusklier, die heeft evenveel informatie ongeveer als onze hersenen. En dat betekent dat een mens geboren wordt met zo'n paar honderd immuniteitsorgaantjes, cellen zijn het meestal, maar als hij sterft heeft hij een paar honderd miljoen. En hoe komt dat? Al die immuniteitscellen, die dus moeten weten hoe ze het lichaam tegen vreemde indringers kunnen verdedigen met antistoffen te vormen, door antistoffen te vormen, die krijgen een les van die thymusklier. Met andere woorden,
Die thymusklier is eigenlijk een soort cursus waar alle cellen die geroepen zijn die functie uit te oefenen, die krijgen een bepaalde plaats in het lichaam toegewezen en die krijgen een soort matrijs, niemand begrijpt hoe dat gaat, een bepaald soort informatie toegewezen, waardoor zij precies weten dat deel van het lichaam bevat deze biologische informatie en als er nu een indringer komt die vijandig is, dan zullen we die informatie, die indringer bestrijden. En hoe is het nu mogelijk dat deze klier, die verder helemaal niet in aanraking is met de rest van het lichaam, over een zo onvoorstelbaar grote informatie beschikt, met andere woorden, blijkbaar in staat is de hele kaart van het DNA te lezen. En u moet weten dat die kaart, die loopt van, als je hem helemaal zou uitschrijven, loopt die van Amsterdam naar Maastricht. Met andere woorden, wij moeten aannemen dat er in de natuur krachten werkzaam zijn die informatie doorgeven die gebruikt kan worden. Zo alleen is ook denkbaar, zegt men tegenwoordig, meer en meer moet ik zeggen, dat de evolutie verklaarbaar is. Wel nu, de dingen gaan verschrikkelijk snel en u zult zien dat in de komende 10 jaar er een enorme verandering in het denken, in de methodologie van het denken zal plaatsvinden, onder invloed juist van de informatieverwerkende apparatuur, want de mens kent wat hij maakt, door grondige studie en vergelijkende studie weer van informatieverwerkende apparatuur naar het menselijke denken, en dan denken we dus niet alleen aan de hersenen, maar we denken ook aan de thymusklier, en we denken ook aan paranormale ervaring, maar de tijd is natuurlijk veel te kort om dat allemaal uiteen te zetten, zult u zien dat meer en meer, ik zie dat er een groen lichtje gaat branden, dat meer en meer de mensen ertoe geneigd zullen zijn om de informatiefactor in de natuur een grote rol te laten spelen. En nu kom ik even terug op het prachtige verhaal wat we gehoord hebben van de heer Aanbak, omdat wij zullen zien dat die 3 factoren waar hij over gesproken heeft, en de tijd is helaas te kort om u dat helemaal uiteen te zetten, die 3 factoren, die zullen juist de grondstenen vormen van een nieuw type denken en ervaring, waarin zowel het organische, het mechanische, als het statistische een rol spelen. Hij sprak over het middelpunt van die 3 hoek, en dat vond ik bijzonder goed gezegd. En dan zullen wij komen tot een andere manier van denken, waarin deze 3 soorten denken geïntegreerd zullen zijn. En dat wordt de grote opgave van de methodologie van het denken in de komende generaties. Dat is eigenlijk de boodschap die ik u vandaag wilde meegeven. Er is een verschuiving van het veld van de energie naar de informatie. Dat is een heel belangrijk proces. De Franse pedagoog Claparède vertelt van een kind dat een kurk van een fles niet los kan krijgen en dan met een steen gooit. En als u vraagt waarom doe je dat, dan zegt ze, meisje, parce que ça tire mieux, dat trekt beter. Want dat is niet juist. Stenen gooien geeft wel een energetisch gevolg, maar bereikt niet het doel, ook niet in de politiek. En die verandering zullen we ook meemaken. Mensheid moet ook leren dat op straat rechts de voorrang heeft. En in elk geval, wij zullen een verandering zien van het energetische denken naar het informatiedenken in de komende decennia. Wat wij nu nog meemaken als explosies van geweld, denkt u bijvoorbeeld aan terreur, dat is maar een laatste stuiptrekking van een denkmodel dat zijn tijd gehad heeft en waar wij met kracht van reden en overtuiging ons moeten tegen te weerzetten. En als we dat doen, dan zal ook het denken van de wetenschap en van de technologie een nieuwe functie krijgen naar een nieuwe periode. Dan zullen we leren zien hoe we van ons denken een kruiwagen maken kunnen voor de nieuwe wereld. En dat we leren ook het schroot van terrorisme en al dit soort zaken als waardeloos weg te werpen. Ik dank u.